Goedemorgen, welkom in een nieuwe week. Leuk dat je weer kijkt. We gaan even beginnen met omdenken. Ik ben heel erg ongesteld. Alles doet pijn. Vooral hier onder mijn buik. En het is vakantie. Kinderen zijn thuis. Dat ga ik even omdenken. Het is een mooie dag. Het is mooi weer. En wat leuk, wat mooi dat mijn lichaam werkt. Dat ik vruchtbaar ben. Dat het loopt. Dat mijn lichaam niet kan. Dat als ik nog gezinsuitbreiding zou willen, dat misschien wel hartstikke mogelijk is met deze menstruatie. Dat was even het omdenken. Verder ben ik echt toe aan een hele lange, uitgebreide, verfrissende douche. Dus dat ga ik even doen. Veel kijkplezier, jongens. Say goodbye to these red nails. Ik ben denk ik toch wel echt in een witte mood. Op Insta gepost van wat kleur zal ik niet doen. Een paar zeiden lichtblauw. Ook leuk. Hi ladies. Lekker aan het eten is smakelijk. Thank you. Oh, wat is dit? Is dit nieuw? Nou, net al. Oh. Cute. Thank you. Kijk, weet je, ik dat niet helemaal begrijp. Ik begrijp niet helemaal. We hebben zo'n lekker matras van Emma boven. En kijk even wat deze gozer dan doet. Gaat hij hier liggen? Waarom lig je niet lekker boven? Zie je dat plekje? Dat is lekker. Is dit een lekker plekje? Ja, ik hou van de boven. Oké. Voordeel is wel dat boven dan nog vrij is. Mm-hmm. Zodat ik even rustig het bedje kan verschonen. Er was veel gaande deze week. Buikgriep, man. Dus dan wil ik altijd even die bacillen eruit. Kan je dat als enige? En dan lag hij hier bij ons in bed. Bij mij. Ik had het lekker als kindjes ziek zijn dat ze dan bij mij liggen. Als zo het is, neem ik meteen ter plaatse. Vooral dat. Ik heb weer was. Ja, dit kan lekker was in. Voor mij weet je inmiddels al wel dat ik langer samenwerk met Emma Sleep. Zo ook nu weer. Emma had even wat leveringsproblemen met hun matrassen, maar dat is als het goed is gefixt. Good to know. Ga dus gerust even kijken op hun website. Ik doe hieronder een linkje. Kun je even in alle rust kijken wat ze hebben. Huh? Lekker vanuit bed. Lekker scrollen. Ook nu weer heeft Emma een sale lopen. En met mijn code, hier in beeld. Krijg je nog 10% extra korting bovenop de huidige kortingen. Dat is leuk, hè? So go check it out. En Emma heeft niet alleen matrassen, hè? Ook lekkere kussens. Onze kussens die lekker hier liggen te luchten. Ook Emma, de wolkenkussen. Oh, zo lekker. Zo lekker voor een stevig in het nekje. Maar als ik moet kiezen, denk ik dat ik toch het meest fan ben van de matras die wij hebben. Want hij ademt, hè? Zie je de structuur? En ik moet ook zeggen, want toen Kai hier lag, was zijn deken hierboven. Hij heeft echt een lekkere deken en die is ook van Emma. Dus aanradertjes, tips van Jamie, Emma tips. We gaan voor lila. Love me some lila. Lilac. In het Engels is het volgens mij lilac. Denk dit hoor, zo. Ja. Goed gegokt, Jamie. Zo dan. Moet wel oppassen, want ik ga straks mijn nagels doen. En deze is bijna sneuvelende. Dus met bedjes... Beetje verschonen kan je ze zo knakken, hè? Dat is niet leuk, kan ik je vertellen. Ga ik je nog wat vertellen? De rest mag Alain doen. Ha! Met zijn lange armen. Hij moet ook wat doen. Hij ligt nu dutje te doen, maar daarna heb ik echt wel wat taakjes voor hem. Later, pikkies. Het is de dinner time. Hey.
En Stephanie, maar die zagen we wel al rijden. Alleen, ze komt er zo aan, denk ik. Plekje zoeken. Altijd zo'n leuk toilet. Mirror galore. Ik word gewoon helemaal gek duizelig van. Oké, de avond is over. We gaan naar huis. Oh, we gaan naar film. Dat wilde ik net zeggen. Wij gaan naar Ant-Man. Lenny en Alain zijn al in Amsterdam en wij gaan er nu ook naar. Ja, en ik ben cool. Want Alain moest toch even werken. Je lipjes verzorgen, vriend. En ik ben cool, ja, kijkers. Ik heb echt zin in Ant-Man. Kijkers! Je jas maar even dicht, dan gaan we. Oké, kom, we gaan nu. Zijn ze al weg? Nee, ze zijn nog op papa's werk. Oké, dat is sneller. Oké, let's go, Poppy. Dat ik zo stupid vind. Kijk, deze doen ze dan open omdat het kraakt. Maar dit kraakt ook. Dit. Vind je niet? Het kraakt toch? Als je de hele tijd eentje pakt. Nee, maar... That doesn't make sense. Kan je al eten? Mag je al? Ja, mag al. Nee, maar je hoeft het niet. Je hoeft het niet. Maar als je spijt krijgt, dan heeft hij het in ieder geval bij de hand. Want jij bent echt zo iemand die papa dan toch nog wegstuurt om het te gaan halen. Hoi Lenny. De vlog wist nog niet dat jij er ook kon. Nee, maar ik bedoel... Laat maar. Zo, potje FIFA. Wij zijn samengekomen doordat onze zoontjes beste vrienden zijn. Dat is leuk, hè? Dat het dan klikt met echt, ouders. Echt, serieus.